Elke opleiding bij hogescholen heeft een aantal doelen vastgesteld die studenten moeten behalen om hun diploma te ontvangen. Deze doelen worden vastgelegd in het landelijk opleidingsprofiel. Elke onderwijseenheid binnen jouw opleiding, of het nu een project, een cursus, een stage of iets anders is waarvoor studenten studiepunten ontvangen, moet bijdragen aan het behalen van de einddoelen, leeruitkomsten, eindtermen of competenties van de opleiding. Voor jou als docent betekent dit dat je precies moet vaststellen welke rol jouw onderwijseenheid speelt in de opbouw naar het behalen van alle doelen die zijn beschreven in het landelijk opleidingsprofiel. Je bent onderdeel van een groter systeem dat studenten toeleidt naar het behalen van een bachelor- of masterdiploma aan de Haagse Hogeschool. Let er ook op dat opleidingen verschillende termen gebruiken voor deze doelen of uitkomsten. Dit betekent dat je termen zoals 21ste eeuwse vaardigheden en Dublin-descriptoren naast termen zoals competenties, eindkwalificaties en nationale leeruitkomsten kunt tegenkomen. Laat je hierdoor niet in verwarring brengen. Binnen de trainingen van HCTL gebruiken we meestal de termen leeruitkomsten en competenties. Dit betekent niet dat studenten niet kunnen deelnemen aan verrijkende en inspirerende activiteiten naast hun verplichte onderwijseenheden. De landelijke profielen zijn opgezet als een raamwerk dat studenten in staat stelt een diploma te behalen dat vergelijkbaar is met andere diploma's binnen Nederland. Het houdt ook het programma van de opleiding op koers en in lijn met wat experts belangrijk vinden als leeruitkomsten voor nieuwe professionals die de arbeidsmarkt betreden. Als je naar de website van de Vereniging Hogescholen gaat en klikt op profielenbank, vind je een overzicht van alle opleidingen die worden aangeboden aan hogescholen in Nederland en hun landelijke profielen. Het is goed om te weten dat verschillende opleidingen verschillende terminologie kunnen gebruiken voor hun einddoelen. Maar voor nu kun je je gewoon richten op hoe experts in jouw vakgebied de einddoelen voor jouw opleiding hebben geformuleerd en je daarop focussen. Ik nodig je uit om jouw opleiding te vinden, het profiel te downloaden en te gaan lezen. Zodra je het landelijk profiel hebt gelezen, controleer dan of er al bestaande informatie is over de plaats van jouw onderwijseenheid binnen het landelijk profiel. Dit zou in de toetsmatrijs of in de studiegids moeten staan. Je kunt ook kijken in het OLP van je opleiding. Het OLP, onderwijsleerplan, zou je ook deze informatie moeten geven. Zorg ervoor dat de informatie over jouw onderwijseenheid actueel en correct is.